Wereldwijd wordt vandaag de Dag der Inheemse herdacht en dus ook in Suriname. Het doel van deze dag is dat de overheden stil moeten staan bij de behoeften van de oorspronkelijke bewoners van het land. De dag staat in Suriname symbool voor respect en erkenning van de inheemse bevolking. De dag start met de vuurdans of vuurceremonie om 6 uur in de ochtend. Er wordt gebeden aan Tamushi, de god van de inheemse, voor eenheid onder de volkeren. Geestelijke leider Anesta Jagendor zegt dat alle inheemsen vanmorgen aanwezig moesten zijn bij deze jaarlijkse traditionele ceremonie. En dat vind ik wel jammer. Ik mag maar nu hard praten. Ja. Het gaat om mijn ding. Dan moet ik praten. Wij allemaal respecteren onze eigen cultuur. Maar als het bij die Indianen zijn, we blijven maar zeggen we zijn oorspronkelijke bewoners. We zijn vredelievende mensen. We zijn achtergestelde mensen. Maar we zijn niet meer achtergestelde mensen. We komen nu op voor onze rechten. We komen nu op voor onze rechten. En dit is onze kracht. Dit moet onze de wijsheid laten begaan. Hoe wij verder moeten gaan. Niet wanneer je hoofdtooi draagt, je klederdracht draagt. Je mooie dingen draagt, dan ben je een Indiaan. Nee, dit is het. Yes. Dit is het. En dan moeten wij als Indianen elkaar kunnen bewijzen dat we echt respect hebben voor onze voorouders. Na de vuurceremonie wordt het traditioneel ook een kruidenbad genomen voor extra zegen en geluk, zegt cultuurkenner Yosin Aluma. Aluma meent dat de inheemsen via de verschillende bijeenkomsten die worden gehouden een eenheid willen vormen, omdat het grondrechten vraagstuk nog steeds een probleem is. Het is niet goed aangepakt, om eerlijk te zijn. Niet dat je discrimineert, niet zeg maar, je moet je waarde, je moet weten van wat jouw rechten zijn. Wie ben jij? Toch? Wie vraagt? Wij als inheemsen hebben dus de VN-verklaring is daar. Er staat geen andere dingen erin geschreven van inheemse of tribale. Het staat gewoon voor inheemse. Want je moet nagaan, zoveel jaren hebben de inheemse gevochten om dit tot stand te brengen. En dan kan je dat niet gaan delen. Dus wij hebben gezegd, wij gaan als inheemse, voor onze rechten. Voor onze, want dat moet gedaan worden. En er is geen andere ding, want als je het in de politieke arena brengt, dan weet je van hoeveel mensen daar te zeggen hebben en wie voor je gaat schrijven, wie voor je gaat bepalen. Wij willen niet dat voor ons bepaald wordt. Wij weten wat we willen. Wij voelen. Wij weten van wie we zijn. We zijn inheemse. De viering begon gisteren op het Onafhankelijkheidsplein met verschillende inheemse optredens en een inheemse markt. De viering van de Dag der Inheemse is dit jaar voor de 17e keer gehouden, sinds er in 2006 een Nationale Vrije Dag van werd gemaakt.